Hoi allemaal, ik heb vandaag een filmpje waarin ik laat zien een paar boekreviews eigenlijk. Ik heb een paar mooie boeken gelezen en die wilde ik eigenlijk met jullie delen. Ik lees mijn boeken op een e-reader. Voorheen las ik ook wel eens op mijn iPad eigenlijk, maar ik heb een iPad 2 en dan een gewone variant. Dus dat vond ik best wel groot in mijn vingers. En ook qua opslag vond ik het niet ideaal. Omdat je ook met apps zit en je hebt maar een bepaald soort opslag. Omdat je niet kunt uitbreiden. Ik wist ook dat ze e-readers hadden. En ik heb best wel lang getwijfeld. Maar uiteindelijk heb ik dus een e-reader aangeschaft. Een Kobo. Dus je kunt zien hier ook het logo. En het is een Kobo Aura. Ik zal hem even wat zachter zetten. Deze heeft achtergrondverlichting. Dat vind ik zelf super fijn. Omdat niet alle e-readers dat hebben. Ik heb een Kobo Aura. En dan heb ik een HD. Dus je hebt ook een iets kleinere nog. Maar ik heb een iets grotere. Bij Sony bijvoorbeeld moet je een apart lampje boven je hoesje hebben. Om te kunnen lezen. En deze heeft lekker achtergrondverlichting. En dat vind ik zelf ideaal. En ik ga dus een paar boeken laten zien aan jullie. Allereerst begin ik met een boek van Saskia Noord. De Bed. En De Bed is het vervolg van de Eetclub. En het draait om Michiel en Karin. En in De Bed gaat het eigenlijk wel verder waar het gestopt is. En Michiel en Karin die wonen inmiddels in een andere plaats. En Michiel heeft een eigen bedrijf, maar het gaat eigenlijk helemaal niet goed. En daar vertelt hij Karin eigenlijk niet heel veel over. Want Karin en Michiel die zijn eigenlijk niet meer zo heel sterk samen. Want ze zijn best wel uit elkaar gegroeid door wat misstappen. Ook uit het verleden en ook in het heden. Dat ging gewoon allemaal niet goed. Tot eigenlijk op een dag Michiel overlijdt. Dan komen er allerlei dingen ook aan het licht bij Karin. Bijvoorbeeld dat Michiel een verhouding had. Ook de geldproblemen worden ineens... Hey, poesje. Worden ineens duidelijk. En dan komt het er eigenlijk op neer dat ze de dure luxe villa waar ze nu in woont gewoon niet meer kan betalen. Dan komt er ineens onverwachte hulp uit de oude eetclub vriendengroep. Ineens bieden zich de mannen zich hun weer aan en ze gaan Karin helpen. Want ze vinden het heel erg dat ze haar man verloren is. Ze verhuist dus naar een flatje in Bergen. Natuurlijk moest ze een stuk inleveren als wat ze had. En dan blijkt toch dat je niet zo makkelijk uit de eetclub kon stappen als dat hun destijds gedaan hebben. De eetclub zal hen altijd blijven achtervolgen, daar komt het meer op neer. Het heeft ook een open einde. De vraag blijft toch een beetje in de eerste instantie een beetje in het midden van het boek. Van, heeft Michiel nou echt een ongeluk gehad? Zelfmoord misschien of is het moord? Het is een heel spannend boek. Als je echt een beetje van spannende boeken houdt, dan is De Bed ook echt een aanrader. Je hoeft niet per se de Eetclub gelezen te hebben. Ik vond het zelf wel heel prettig. Ik heb ook de film gekeken, dus eigenlijk had ik een beetje een beeld bij de personages, omdat ik dus nog ongeveer wist welke acteur of actrice de rol van het boekpersonage gespeeld had. Dus ik had er eigenlijk een beetje een beeld bij. Dat vond ik zelf heel leuk. En vond ik gewoon echt leuk. Maar het is dus niet noodzakelijk. Dus als je voor een spannend boek wil gaan, Saskia Noord heeft sowieso wel spannende boeken. Maar deze vind ik echt een aanrader. Het volgende boek. Nou, ik luister eens. Even naar de home-knop. Dan moet ik even mijn licht weer wat verder zetten. Het volgende boek is eigenlijk een boek die ik ook heel mooi vond. Het is van Isa Hoes, Toen ik je zag, Het leven met Anthony. Ze beschrijft eigenlijk in het boek, wordt beschreven hoe ze elkaar ook ontmoet hebben. En hoe ze hun leven eigenlijk geleid hebben. En hoe het natuurlijk uiteindelijk toch... Het tragisch een einde aan hun geluk is gekomen. En,
mooi leven. Er wordt gesproken over de geboorte van de kinderen, over hun trouwen. En ja, dat wordt gewoon heel mooi omschreven en het leest echt lekker weg. Het is echt een, ja, wel echt een aanrader, vind ik zelf. En ik vond het zelf een heel mooi boek. Dan ga ik toch naar een boek die nogal veel besproken is. En dan kom ik toch al heel gauw bij. Kijk hoor. Deze 50-20 grijs van A.L. James. Het veelbesproken boek. Ik heb hem in het Nederlands gelezen, moet ik zeggen. Waarom is het een veelbesproken boek? Misschien heb je hem zelf ook wel gelezen. Omdat het natuurlijk. Omdat er best wel veel intieme momenten in zitten. En daar zijn heel veel verschillende meningen over. Want sommigen die hebben echt een hekel aan. En anderen die maakt het niet zoveel uit. Ik moet zeggen, je kunt door die momenten heen lezen als je echt helemaal anti bent. Ik vond het verhaal bijvoorbeeld gewoon super mooi. Ik vond het gewoon erg leuk om te lezen. Het gaat om Christian Grie en Anastasia Steele. Anastasia wordt afgekort tot Anna. Waar meneer Grie in eerste instantie echt een onwijs hekel aan heeft. Want ja, dat past niet in zijn wereld, afkortingen. Anna die heeft een interview met Christian Grie. Omdat haar vriendin die eigenlijk het interview zou afnemen, is helaas ziek geworden. Maar het interview moest doorgaan, want dat heeft best wel veel tijd en moeite gekost om een interview te kunnen regelen met meneer Grie. Uiteindelijk gaat dus de onervaren Anna, die gaat het interview afnemen. En dat zorgt voor een paar ongemakkelijke momenten. Maar er is ook wel gelijk duidelijk dat er een chemie is tussen die twee. Ze ontmoeten elkaar later weer. En ja, ze komen eigenlijk tot de conclusie dat er wel wat speelt. Maar Christian Grie wil eigenlijk gewoon op eerste instantie geen vaste relatie. Dus ze sluiten een seksueel contract af. Ja, en dat. Ja, daar zit het verhaal een beetje eigenlijk. En Christian Grie heeft best wel een donker verleden. Waar Anna eigenlijk ook heel moeilijk doorheen prikt. Hij laat er weinig over los, wil er niet over praten. Het is gewoon echt voor zichzelf een beetje. Ik vond het toch leuk om even dit boek te bespreken. Omdat de film natuurlijk aankomt. 14 februari. En ben ik ook echt super benieuwd naar. Gewoon hoe het verhaal wordt uitgebeeld, zeg maar. In deel 1 zie je eigenlijk meer de ontmoeting van 50 20 grijs. De ontmoeting van Anastasia en Christian. En ik moet zeggen, ik vond het. Ik was blij dat ik gelijk het tweede deel er ook achteraan kon lezen. Ik moet deel 3 nog. Maar de eerste twee delen zijn meer dan geslaagd, moet ik zeggen. Om een beetje toch in die stijl te blijven. Ik vind het gewoon zo'n leuk verhaal. En er zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Want sommigen vinden ze heel slecht geschreven. En ja, dat is gewoon puur wat je zelf vindt. Ja, dan kom ik toch bij weer zo'n soortgelijk verhaal. Die ik gewoon heel erg leuk vond om te lezen. En dat is Crossfire. Ik heb nu de verkeerde voor me. Wat de anderen hebben. Ik heb nu deel 3 en ik wil deel 1. Dus deel 3. En ik heb hier deel 1. Verslaafd aan jou heet dat boek. Het is geschreven door Sylvia Day. En het wordt de Crossfire-serie genoemd. Weer de poes. Ik heb nu zelfs de achterkant. Ja, het is de voorkant. En ja, Verslaafd aan jou vertelt eigenlijk zo'n soortgelijk verhaal als bij 50 Tinten. Het gaat om een rijke Gideon Cross die Eva Tremble ontmoet. En ook hun willen eigenlijk meer eerst instantie de gelijke soort relatie aangaan die in 50 Tinten beschreven wordt. Het verschil is wel dat je bij dit verhaal de twee hoofdpersonen allebei wat duisters bij zich dragen. Bij Eva kom je daar toch wel heel snel achter. En bij Gideon die wil er weinig over loslaten. Ja, ik
vind dat soort verhalen toch wel leuk om te lezen hoe ze elkaar dan toch vinden uiteindelijk. Ook deel 1 gaat meer over de ontmoeting. Er zijn in totaal nu al 4 delen van. En je wil ze het liefst achter elkaar doorlezen, tenminste dat had ik wel. Er komt ook een 5e deel aan, maar dat is nog onbekend wanneer die eraan komt. Dus ik heb deel 4 expres nog niet gelezen, zodat ik deel 5 gelijk kan lezen. Ik heb deel 3 net uit. Ja, en dat is het. Het is ook het verschil dat Eva die woont in een appartement samen met haar goede vriend. Ze zijn samen overgekomen en ze hebben eigenlijk een soort broer en zus band. En dat is wel gewoon heel erg leuk hoe beschermd hij ook over haar is. En zulke soort verhalen trekt me toch. Dus een hele lijst te vinden van dat soort gelijke boeken. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik hoop ook dat jullie het leuk vonden om zo'n soort review te zien. Misschien zeg je van, nou, voor mij doet het niet. Dat kan. Mocht je het leuk vinden om vaker zulke boekreviews te krijgen, dan hoor ik dat graag. Voor nu wil ik jullie eigenlijk bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doeg!